gewoon. Wij zitten helemaal... Kijk, hier hebben we zo'n regenbui. Dit is lang geleden als ik... Ja, ik zie het. Een huisje. Hey, hier is... Dat wil ik niet. Altijd even ruzie over waar... Twee zomer. Lekker, hè? Kwik, kwik en kwak zijn even... Mooi dingen. Mama's huis. Make-upjes en... Lekker, jongen. Zo. Kom er maar uit. In een bed. Na 11 weken hebben we thuis gezeten met corona en werden we gevraagd, we mogen jullie weer ontvangen. Dus boven in Noord-Nederland, anderhalf uur rijden. En het ligt dicht bij de Waddenzee. Waddenzee? Wij gaan naar Friesland! Ja, naar Friesland. De Waddenzee. Bij de Waddenzee. En verklappen nog niet hoe. Friesland is een provincie van Nederland. Ja. Dat is een stukje van Nederland wat helemaal boven in Nederland ligt. Bij de zee. En daar praten ze Fries. Ja, oh man. We kunnen geen Fries, maar dat is, het is een soort Nederlands, maar dan met een heel erg accentje. Ja, zoiets. Dat gaan we vanzelf zien. En Oetmon kun je zeggen. Man, wat voor resort? Dat gaan we allemaal zien. Waar we, wat voor huis het is en waar we precies verblijven. Ik denk Rando. Ik neem Rando. Sammy zit in de auto. Weet je wat ik eerst heb gehoord? Nou? Ik heb gehoord dat in Friesland ook heel erg veel Lando resorts zijn. Dus ik denk Lando. Dan gaan we eens even kijken, jongens. Ons huisje gaan we verlaten. Het is helemaal weer spik en span. De auto is ingepakt. Op de auto in. Op naar... Friesland! Misschien Lando! Inmiddels zitten wij lekker in de auto. Nou ja, lekker. Het regent pijpenstelen buiten. Maar dat maakt niet uit. Luxie zit hier lekker. Hé, hey, schatje. Ga je zo even lekker slapje doen? Ga je zo lekker fit? Als nee! Oh, ik zit ook een filmpje te kijken. En hallo, Luan en Lucilla. Hoe is het hier op de achterbank in de bioscoop? Ja. Ze zijn een filmpje aan het kijken. En Lucilla is daar aan het knuffelen met Pipje. Oh, Pippa. En wat zijn ze aan het kijken? Kasper en Emma. En hallo chauffeur. Hallo. Vader, waar brengt u ons naartoe? 107 kilometer gaan en dan zijn we bij de Waddenzee. Oeh, de Waddenzee. Tot een uur en een kwartier. Oh, ik weet niet of jij nou vandaag aan de zee gaat springen met het weer. Nee, het is omgesluimd weer. Friesland. Ja. Friesland gaan we naartoe. Leuk, hè? Ze spreken wel Nederlands, maar ze praten met een heel erg dialect, noem je dat. Het is een soort eigen taal. Een klein kindje, hallo? Ja, zoiets. Zoiets. Misschien kunnen we wel vragen of ze ons wat kunnen leren. Maar dan praat je toch gewoon een klein beetje een accent. Nee, maar ze hebben ook andere woorden. Eén woordje kennen we al, Luxie, en dat is... Oetmon. Dat zeiden ze bij Piet bij het weer altijd, hè? Alleen, daar houdt het voor ons mee op, hè? Oetmon. Ja, Oetmon. Oetmon, dus tot morgen. Het is alweer een heel tijdje geleden dat wij natuurlijk lekker überhaupt een dagje weg zijn geweest. En om nu weer een dagje, om een weekendje weg te gaan, is echt weer een superleuk uitje waar we echt heel erg op hebben verheugd. En we zijn natuurlijk ook weer hartstikke benieuwd naar de huisjes. Dat is altijd leuk als je ergens naartoe gaat en je weet niet precies hoe de huisjes eruit ziet. Of als je ergens voor een eerste keer heen gaat. Dus dan gaan we straks weer een home tour doen, jongens. Ja. Ja, hè? Wat ga jij vertellen? 1, 2, 3. Luxie kan tellen, hè? 3. Ja, goed zo, Luxie. 3. 1, 2, 3. Ja. Ja, je had stift geknoeid op je handjes, hè? Ja, je had met Lucilla getekend net, hè? Ja, dat was niet erg, gatje. Dat gaat er wel eraf en wat. Nou, Sammy is ook mee, zoals jullie zien. Ik weet niet waar die is. Ik denk dat hij aan het slapen is. Maar hij wou er toch mee, hè? Dat vonden jullie toch wel gezellig, hè? Dan hebben we alle huisdieren mee, hè? Ja. Ook Sammy erbij. En Woezel en Pip. We zijn er! Yeah! Ja, dat heb je goed gezien, jongen. We zijn bij Lando Essonstad, als ik het goed uitspreek. En Daniel die is even alleen naar de receptie, ook door corona en zo. Blijft het met z'n allen in de auto. Daniel is even bij de receptie de sleutel ophalen. En dan ben ik heel erg benieuwd, jongens, wat er allemaal te beleven valt. Het komt met bakken uit de hemel vallen. Het is echt super harde regen. Yeah. Kijk, ik kan maar even een heel klein stukje filmen. Kijk. Oeh. Kijk, papa die staat daar binnen. Ik weet niet of jullie hem zien.
Maar het is echt heel hard aan het regenen. Dus vandaar dat wij even in de auto blijven zitten. Hop. Zo. En we heel erg benieuwd zijn als we zo meteen de sleutel krijgen. Ja, schatje. Wat is het? Heb je wel je jas mee? We hebben de jassen meegenomen. En papa heeft ze ergens neergelegd. Dus ik moet er even kijken waar ze zijn. De parken zijn overigens weer open. Die hebben natuurlijk heel lang dicht gezeten. Alle vakantieparken, maar wel met de coronaregels natuurlijk. Dus ik weet nog niet precies. Volgens mij is het zwembad wel open. En de indoor speelt dan open. Maar is dat op afspraak of zo? Of kun je reserveren dat er niet te veel mensen bij elkaar zijn? Maar we zijn hier natuurlijk ook heel dicht bij de Waddenzee. Ja, het is jammer dat het vandaag echt super hard regent. Maar ik hoop toch wel dat het morgen in ieder geval droog is. Dat we in ieder geval de omgeving hier in Friesland kunnen gaan verkennen. Wij zitten helemaal daarboven. Hier? Ja, hierboven in dat puntje daar. Daar zitten we. En wij wonen hier ergens. Daaronder ergens. Oh. Grappig, hè? Dus dit hele landje, dat is Nederland. En al die vlakjes, dat zijn de provincies. Zo noem je dat. Dat landje is Nederland. Ja, het is helemaal Nederland. Alleen die is verdeeld in allemaal kleine stukjes. Ja, Luxie wil ze uit, maar we gaan hem nou niet uit, schatje. Want papa die moet er even de sleutel ophalen. Dan gaan we zo eens even kijken naar het huisje. Ik heb hier niet veel plek. Hier? Ja. Nee. Oh, daar hebben we Boezel. Oh, en daar hebben we Pipje. Die zijn ook weer gezellig mee. Die is weer hetzelfde. Nee, die zitten hier bij het topje. Wat een leerzaam lesje vandaag, hè jongens? Topografie noemen ze dat op school. Ja. Kijk, hier hebben we Sammy. Schatje, was je ook mee, hè? Je was ook mee. Ik wil jullie toch even een klein beetje laten zien waar we zijn. In de stromende regen. Nou, daar zit dus de auto. Hier zijn we dus. Papa is hier binnen. En hier zijn we op het park. In Friesland aangekomen bij Essonstad. En hier zijn allemaal superleuke huisjes. En het is een heel klein dorpje. Het is volgens mij echt een vissersdorpje. Maar goed, ik ga snel weer in de auto. Want ik word weer helemaal nat. Kijk, papa die is daar binnen. En die komt hopelijk zo. Ik ben echt helemaal nat, jongens. Met de sleutel. Ha, dat was even een blik van buiten. Zit Sammy even op jouw schoot? Waar gaat Sammy helemaal naartoe? Sammy, waar ga je allemaal toe, Sammy? Even snuffelen. Even rondlopen. Even de pootjes trekken. Oh. Ah, heel eigenwijs, hamster. Lijkt wel een beetje op jou. Hey, dat is papa. De sleutel. We hebben huisje nummer 515. Oh. Oké. En we gaan even in de speelhal. Wat eten. Nou, het is zo te zien echt een regenbui. En niet lekker weer om te spelen. Kijk, de speeltuin is helemaal nat. En daar is het binnenresort. Daar gaan we naar binnen toe, hè? Yes. Ja, nou. Even de laarzen aan, hè? Ja, dat wel. Nou, we zijn hier eventjes gezellig in de speelhal. Zie je dat nu zin, hè? Nee, de hal is nog niet open. Is niet open, ze zijn nog maar speciale uitzonderingen bezig. We kunnen wel een hapje eten. Een hapje eten. Dus wat wil je eten, Lucilla? Tosti. Een tosti en Luxie ook een tosti. En Luan, wat wil jij, vriend? Ook een tosti. Ook een tosti. Ja. Ik zeg, bon appétit, mijn lieve groot. Dit is lang geleden. Als ik dit nu zie, is het een beetje onwennig na 11 weken thuis zitten. Achter ons is dus het speelparadijs in de speeltuin. Het ziet er superleuk uit. Alleen de kinderen mogen nog niet spelen, want ze moeten nog wat coronamaatregelen toepassen. Nee, ze lopen hier dus met 30 mensen tegelijk nog en over een paar weken 100 mensen. Ja, nu eerst 30. En wij mogen hopelijk zondag kinderen mogen wij ook hier even spelen. Ja, dat je hier kan spelen. Vandaar dat we nu nog niet kunnen spelen. En het zwembad moeten we reserveren. Ja, dat moet je ook reserveren, maar het is wel open. Maar we zijn blij dat we even uit te mogen zijn. Hè? Luxie. Luxie heeft het speelparadijs alweer gevonden. Maar Luxie, je mag er nog niet in. Wil je nog een... Nou, één keer van de glijbaan dan, goed? Nou, Luxie kon het toch niet laten. Ik snap het ook wel, hoor. Zijn ze hier en dan mogen ze er niet in. Luxie. Mooi, hè, Luxie? Kijk toch. Dan loopt ze hier doorheen. Hé, hey, daar is Luxie. Schatje. Dat was mooi. Ja, dan kun je daar weer naar boven toe. Kijk, daar hangt hier gewoon zo'n lintje en dan loopt ze gewoon overheen. En ik denk dat dit het podium is van Bollo, Luxie. Hier staat Bollo op de dans, denk ik. Oh, Luxie. Oh, Lucilla gaat ook. Ja, tuurlijk. Jongens, het is nog helemaal niet open. Boefies. Gaan jullie iets bouwen? Een huis. Gaan jullie een huis bouwen? Oké.
Het ziet er wel heel erg mooi uit zo, hè? Oh, Luxie. Oh, daar ga je doorheen. Dag, Luxie. Oei. Kijk jongens, het zonnetje breekt door. Eindelijk. Valt allemaal nog wel mee. Ja. Kijk eens jongens. We gaan lekker springen op het springkussen. Dit mag wel. Ja, ik zie het joh. Lucilla willen mee in de jeep. Wil je wel goed vasthouden, Lu? Hé, hey? Het ziet er wel heel stoer uit, kerel. Hé, hey, wil je goed vasthouden, hè? Ja, jij ook mee? Lucilla en, ja, oh ja. Achterin. Ik zou het goed vinden. Ja, ik heb Ja, dat is stoer, hè? Nou, dan zien we jullie zo meteen bij het huisje. Nou, doei, hè? Ja, goed vasthouden, hè? Nou, dan rijden we, hoor. Volg de jeep. Echt waar? Hier hebben de kinderen al een speeltuintje gezien. En tadaa, dit is het huisje. Superleuk. Kijk dan, allemaal bootjes. Hier kan je naar binnen. Zullen we de laarzen uitdoen? Ja? Doe we hier op de mat? Ja, doen we de schoenen uit op de mat. Zo. Hier kwamen we dus binnen. Ik ga een rondje maken. Hier is het, denk ik. Hier hebben we een deur. Wat zou er in zitten? Dat is denk ik voor de schoonmakers. Oh, de schoonmakers. En hier hebben we de deur. Oh, kom je daar? Oh, dat is grappig. Dit is een gang, die loopt hier zo. Oké. Okay. Oh, wat leuk. Oké, okay. Dit is de eetkamer. Ja. Oeh, hier hebben we een keuken. Hier hebben we weer een deur. Wat is dit? Nog een deur? Kom je daaruit? Oh, dit is gewoon een kast. Dit is een kast. Oké. Okay. Dit is de keuken. En kijk eens, hier hebben we de kamer. Wauw, kijk het uitzicht is naar buiten, jongens. Je ziet de bootjes. Wauw. Superleuk, een lekkere chillbank. Ja, de hele oude foto's van vroeger. Heel erg mooi. Maar, kijk. We gaan naar boven kijken. En Luxie heeft een hele grote tv al gezien. Ja. Mooi jongens. Lekker. En dan. Ja, tussen. Ah, kijk, hier kwamen we net uit. Ze hebben er omheen gelopen. En dit is? Dit is de? De wc. De wc. Oh, oké. Okay. Hartstikke goed. Dat kunnen we dus hier doen. Dat is het lampje. Het ziet ook heel erg nieuw uit. Ja, het ziet er heel mooi uit. Dit is dus weer de gang en daar kwamen we dus net binnen. We hebben er een rondje gelopen, zie je dat? Een stofzuiger. Ah, kijk jongens. Daar is nu al helemaal gek op, hè? Dat is de stofzuiger. Ja. Kijk, dat is grappig, want hier kwamen we dus net in. Hier is dus de deur. Oh, kom maar schatje. Kom maar. Ik kijk weer even naar buiten. Kijk, en hier kwamen we dus net binnen. Snap je hem een beetje? En daar staat de auto. Nou, zullen we eens even kijken hoe het er bovenuit ziet, hè? Dan ben ik ook wel heel benieuwd naar hoe dat er dan eruit ziet. Een hekje voor de veiligheid. Weten we ook hoe die open gaat voor de veiligheid? Ja, kijk. Grote broer weet dat. Dit dingetje. Zo en dan. Oeh. Nou, gaan we eens even de trap op. Dit is een zachte. Ja, lekker. Ja. Oh, die ramen. Oh. Dat vind ik zo mooi. Ja, mooi ja. Trappen. Ik zie het. Heel mooi. Kom maar. Zo luxe.
Oh, kijk eens. Wie ook een traphekje, doen we meteen even dicht. Lux. Oh, kijk dan. Wat een mooi uitzicht. Dit is Lily's slaapkamer. Wauw. Super. Is dit onze slaapkamer? Met lekkere handdoekjes en badjasjes. Kijk dan jongens, wat een uitzicht. Dit is gewoon een terrasje. Super mooi. Kijk, en daar waren we net, daar binnenin. Ja. Daar is die speelhal. Leuk, hè? Dan zijn we zo omgelopen. Ja. Hier zijn al alle huisjes. Hier zijn alle huisjes. Hier gaan jullie slapen. Oké. Okay. En? Dit is onze kamer. Oh, die is ook mooi. Welke tv? Heel mooi, jongens. En aan de kast, klerenkast. Leuk. Heel leuk. Ik denk dat mama en papa gaan slapen waar de tv hangt. Dan kunnen we 's ochtends met z'n allen lekker tv kijken in bed. Want mama en papa gaan natuurlijk in een grote slaapkamer, dus jullie mogen hier. Nou, dat is aardig, jongen. Dat is vriendelijk. Ja, Luxie zegt ook mooi. Wat gaan wij daar? Ja, nou, ik weet nog niet wat we nog meer hebben allemaal, want ik zie nog meer deuren. Nee! Wat? Nee. Wat? Hier is een vuilnis. Wat? Nee. Nee. Hier? Nee, hier is een kamer. Oh, wat cool. Hier, nee. Hier is een sauna. Dat meen je, hier nu. Hier is een sauna. Kijk, hier kan je liggen. Oh. Wauw. Oh, super. Oh. Doe eens open. Kijk dan. Oh, dat is een lekkere sauna. Oh. Daar kunnen we in met z'n allen. Wat is... En hier kun je lekker naar buiten kijken. Daar kun je lekker chillen, afkoelen. Leon heeft een rolgordijntje gevonden. Dat is voor de muggen, denk ik. Ja. Kan je hem openzetten voor de muggen als je het warm hebt. Mama. En dan kun je even onder de bak met water om even af te koelen na de douche. Jongens, dat is grappig, hè? Super. Even, dat is niks. Dat. Ja. Oh ja, dat is de lamp. Ja. Heel mooi. Ja, oh ja. Waar is dat knopje voor? Dat weet ik niet. Oh, dat is een aan- en uitknop. Nee, serieus. Ja, leuk, hè? En dan gaan we hierheen. Hier gaan wij slapen. Hier gaan, gaan jullie hier slapen? Oké, okay, dat vind ik ook een goed idee. Heel goed idee. Oh, leuk. Twee ramen hier. Mooi hoor. Nee, ik wil hier slapen. Oh nee, hè? Dan ga ik wel hier slapen. Ja, jij daar en jij daar. Of zullen we onze beurt zetten? Dat kan allebei, jongens. Hé, maar leuk, joh. Hey. Leuk, jongens. Kijk, en als jullie naar buiten kijken, dan zien jullie een... speeltuintje. Super mooi huisje. We kijken vanavond wel waar ze slapen. Ja? Dat is altijd even ruzie. We hebben altijd even ruzie over waar ze slapen. Sil, kijk. Daar, jij hebt een grote raam. Daar kan je 's ochtends vroeg naar de speeltuin kijken. Oké, okay, ik ga hier. Oké. Okay. Ja, ik ga hier. Oh, toppie, jongens. Kom. Ja, nou, papa die is nog even met de eigenaar het kletsen daar. Die zijn we hier lekker aan het mannen praten. En zo, dan kan je kijken of er niemand in de spul gaat zitten. Ja, mooie Lux, weet mooi Luxie. Heb je lampje aangedaan, Luxie? Maar jongens, heb je lampje aangedaan? Was het niet? Oh, ja. Oh, oh ja, hier hebben we nog wasjes draaien. Oh ja, en wat hebben we hier? Hier hebben we gewoon... Oh, de badkamer. Nee. Echt? Mam, we hebben twee slaapkamers. Nee, dat is een douche, liefie. Oh, die lamp. Wat is dat voor lamp dan? Een warmtelamp. Een sun shower. Een zonnedouche. Oh, wauw. En een bubbelbad. Oh, kinderen, wat een super luxe huisje. Dus wij hebben twee sauna's. Nou, papa wil het ook maar even zien. Zie je? Oh, geweldig. Hier gaan we water. Ja, kijk, hier sauna. Hier kan je lekker liggen. Ja, in zijn Luxie. Ja, Luxie. Die Luxie in de sauna. Dat is lekker, hè? Ja, leuk, hè? En mooi, hè? Hier slapen we nu wel. Hier slapen wij. En dan hebben we de badkamer. Wow. En dat is in de zonnedouche. Moet maar eens kijken. Er staat zo'n ding daar. Moet je eens opkijken wat erop staat. Sun shower. Ja, sun shower.
Ik weet niet wat het dan precies is. Gaan we gewoon proberen. Gaan we uitproberen. Leuk. Mooi, hè? Oh, misschien kan je dan daardoor bruin worden terwijl dat je onder de douche zit. Oh ja, dat kan misschien ook nog wel, ja. Hier gaan jullie slapen. Oeh, mag ik hier slapen, mama? Ja, hier mag ik even. En dat wordt de speelkamer. Zo. Jullie hebben ook een balkon. Een heel mooi balkonnetje. Lekker, hè? Kijk, dit balkonnetje. Ja. En het uitzicht vanaf het balkonnetje. Oh ja, leuk. Kun je ook nog naar beneden kijken. Leuk, en dan heb je terras. Hele mooie. Heel erg mooi. Heel ja, licht, super. Top ja, huisje, hè? Fijn weer een weekendje weg te mogen zijn. Kijk eens, wie staat er op tv? Hey, de Bellinga's op tv. Je kon onze eigen vluchtjes kijken. Zie je het leuk? Zwik, Wik en Kwak zijn even lekker op de bank geploft. En... kijk eens wat hierin staat. Kijk eens wat een lekker taartje. Lief. Van Rollo. Goedemiddag bij deze een stukje echte Friese oranje koek. Oeh, lekker. Wij wensen jullie een heel fijn verblijf op ons park. Vind ik een goed team Essenstad. Super lief. Dankjewel, die gaan we opsmikkelen. Kijk, en dit is ook heel leuk. Dit zijn kaarsjes volgens mij, geurkaarsjes hier van de regio. En ook een lekker Fries suikerbrood en van die suiker, van die Friese koekjes. En hier hebben we ook nog iets van Essenstad. Een oud-Hollandse snoepjes. Oeh, super lekker. Heel erg lief. Zo, ondertussen zijn we alweer een tijdje verder. Ga ik eens even kijken boven hoe het bij de kinderen is. Hoi. Hey. Heb je al wat uitgepakt? Ja, we zijn nu al uitpakken. Wat ben je aan het uitpakken? Mijn kaartjes van mijn slaap. Och, kijk dan. Ah, oh, kijk dan. Heb je zelfs een maskertje meegenomen? Ja. Dat ja, is man, lekker. En voor jou, weet je nog? Oh, lief jongen. Hebben jullie alles al uit de koffer? Kijk. Ja? Waar moet ik mijn kleren laten? Oeh. Want dit is een beetje te weinig. Oh, dat kun je ook gewoon in de koffer laten liggen, liefje. Het is maar een weekendje. Oh, dan komt Luxie ook aan met de koffer. Ja. Ach, Luan, wat leuk. Heb je nou je boek hier op het bed neergelegd? Ja. Oh, leuk. Okay. Mam, kijk. Ja? Ach, kerel. Mm. Helemaal mooi. Lekkertje, borstel. En zelfs je knuffel, die ligt er helemaal klaar voor. Superleuk. En jij? Oh, kijk dan hier, Lucilla ook. Oh, superleuk. Als jullie trouwens afvragen, waarom heeft Lucilla een... waarom hebben ze een wekkertje, jongens? Willen jullie vertellen aan de kijkers waarom jullie zo'n wekkertje hebben? Ik gebruik hem niet, maar dan kunnen we hem zoals op 20 minuten zetten. Als het avond is, dan mogen we even opblijven. Mm-hmm. En dan hoor je dringeling van het beeldje. Dan heb je op zo'n 15 of zo. En dan hoor je dringelingeling en dan ga je slapen. Ja, dan is het belletje dat ze nog weten dat ze zo lang nog even een boekje mogen lezen. Hè? En als het belletje gaat, dan gaan ze slapen. Nou, en dat werkt altijd heel goed. Ja, bij Luan die is overheen gegroeid. Maar voor Lucilla die werkt dat nog heel erg goed. En daarom hebben we die mee. Ik heb een hele grote doodnoduk. Oeh. Deze hamburgers. Oeh. Oh ja. Schatje. Nou, dan kan je s'avonds nog even lekker doodnoduktje lezen. Ga jij ook al de kleedjes uitpakken, Luxie? Hey. Oh. Je allemaal opengemaakt. Goed gedaan, Luxie. Naar de regen, jongen. Het ziet er zo mooi uit. Ja? Alleen het regent een beetje. Hollands er heel erg... Fries. Nee, hoe noem je het? Het is heel erg Nederlands en heel erg ouderwets uit. Ja, ja jongen, dat klopt. Heel erg kaas. Maar, heel erg kaasachtig. Hollandse huisjes. Hollandse huisjes. Ja, jongen, ja, dit zijn echt Hollandse huizen. Hollandser dan dit kan het niet, volgens mij. Nee. Leuk hè jongen, maar het regent buiten. Ja, dat is wel weer een beetje jammer. Hopelijk is het morgen een beetje droog. Morgen willen we echt de omgeving een beetje gaan verkennen. We zitten natuurlijk hier in Friesland en het is hier gewoon super mooi. We zitten heel dicht. Oh, klepje. We zitten heel dicht bij de Waddenzee. En heel dichtbij heel leuk typisch Nederlands-achtig dorpje, zeg maar. Waar we eigenlijk morgen ook naartoe gaan. Dus hopen dat het morgen in ieder geval droog is. Daniel heeft natuurlijk ook de drone meegenomen. Die kan hij nu niet de lucht in doen natuurlijk, omdat het regent. Het is gewoon niet lekker. Het waait ook heel hard buiten. Maar waarschijnlijk morgen gaan we ook weer hele mooie drone shots maken. We gaan gewoon lekker chillen in ons huisje.
Luxie, Luxie is gewoon bij. Je bent zo schattig, Luxie. Nou, mama gaat ook even de koffer uitpakken. Goed? Ga je mama helpen? Nee. Nee? Oké. Ja. Oké, oh daar, oké. Nou, even kijken. Mama. Ja? Mij. Mij? Wat is er mij? Moet ik bij jou kijken? Heb je je koffer ook uitgepakt? Zo. Altijd het leukste werkje. Je koffer weer uitpakken. Zo. Hoppatee. Wat sowieso echt, ik kom Luxie weer aan. Met, heb je je eigen koffer gepakt? Wat goed van jou. Wat ik gewoon super grappig vind, is dat je gewoon in dit huisje is bijna niks standaard, zeg maar. Dus bijvoorbeeld hier de kledingkast. Dit is zeg maar de kledingkast. Maar het is gewoon een hele mooie kast. Waarin je dus zeg maar je kleding kan doen. Best nog wel genoeg opbergruimte. Het is niet standaard, weet je wel. En ook dit hier. Dit schilderij of het foto ding of zo. Super mooi. Een oude foto die ze hier boven het bed hebben gedaan. En je ruikt zeg maar het hout van dit. Dus dat ruikt natuurlijk ook heel erg lekker. Dus ik vind het echt de stijl van het huisje vind ik echt super leuk ingericht. Ja. Ik denk dat ik een welmersje ga houden. Mama. Oh, ja, ik ga beginnen met een welmersje. Oké. Ga je nu al in de sauna? Ja. Maar ik denk dat ik de sauna eerst even aan moet zetten, Liefie. Maar mam, ik voel dat het heel heet is. Kom is het heel warm? Ja. Hebben ze hem al aangezet voor ons? Ja, weet ik niet. Dat zou wel lekker zijn. Fijn zijn. Zoals jullie wellicht weten, wilt Luxie altijd in de koffer spelen. Luxie. Zit je weer lekker aan de koffer, Lux? Nee. Nee? In de tas. Oh, in de tas. Misschien dit is een koffer. Dat is iets anders dan een tas. Het lijkt er wel op. Kan je zeggen koffer? Nee. Koffer. Nee, tas. Nee, tas. Luxie is zo heerlijk eigenwijs. Tas. Oké, Luxie zit in de tas, jongens. Luxie zit in de tas. Zo, en even mijn föhn in de badkamer leggen. Zo. Zo, lampjes aan. Hier hebben we... Ah, een mooie laar. Daar leg ik mijn föhn in. En voor degene die wilt weten wat er altijd uit mijn toilettas komt. Nou, daar gaan we het zien. De elektrische tandenborstels. Die hebben we mee. Kinderen, mijn remover voor mijn make-up. En shampoo, haarspul, en conditioner zit erbij, mam, scheermesje zit erbij. Mam, ja. Wat hier dik achter zit? Nou? Ik denk... Stopcontact? Ja. Ja, je hebt ook gelijk ook nog. Stopcontact voor de föhn van mama. Ja. Deo, haarborstel, gel, watjes voor de make-up. Mam, je mag zo meteen even kijken. Oké, ik kom kijken, jongen. Olie voor Luxie, tandpasta en allemaal make-upjes en haarelastiekjes. En ik kan het hier allemaal netjes even in de laadjes leggen. Je komt daar kijken. Die. Heb je je koffer? Tas! Nee, koffer! Nee, een tas! Het is echt een koffer, Luxie. Nee! Oké, het is voor Luxie een tas. En Luan vindt altijd de sauna helemaal geweldig. Vindt hij heerlijk om even te relaxen. En volgens mij zit hij er al in. Oh, dan zit hij lekker rustig. Heb je de sfeerverlichting aangedaan? Ja, ik ben lekker. Ligt hij in de sauna. Oh, kerel. Het ziet er heerlijk uit, jongen. Oh, lekker, jongen. Het is lekker warm. Wel het deurtje open houden, hè? Ja, ik heb het raampje open gedaan. Oh, het raampje heb je ook open gedaan. Kijk, Luxie. Luan ligt lekker te chillen in de sauna. Dat is lekker, hè? Ja. Heerlijk, jongen. Nou, dan laten we Luan even lekker chillen, hè? Zeg maar dag, Luan. Luxie gaat weer met... Wil je er ook in? Oké. Ja, Luan gaat jou helpen. Luxie wil er ook bij. Even je truitje uit en dan mag je weer. Armpjes hoog. Yes! Ja. Kom maar hier. Maar even... Ze wil ze wilt wat jij ook hebt. Zo. Ze heeft zo'n leuk rompertje aan voor jullie gekregen. Heel toepasselijk rompertje. Moet hij
Nee. Ook uit? Ook uit. Je moet ook uit. Jongen, jongen. Dan. Handdoekje erom. Nou, nu dan gaat je plekje. Moet de deur dicht? Is het zo goed, mevrouw? Ben je moe? Ga je even lekker slapen in de sauna? Nee. Oh. Wil je naar bed? Nou, dat was voor korte duur, maar dat maakt niet uit. Kom maar, poppetje. Nou, jongens, succes nog even in de sauna. Ik laat je nou weer met rust. Lu, wij zijn eventjes uitgewandeld in de sauna. We gaan nu even een hapje eten. Wij zijn aangekomen hier in het centrum van dit schattige stadje. Nou, hier gaan we een hapje eten. Dus de handjes infecteren. Priscilla, ook een beetje de handjes. Ja, we kunnen uiteindelijk weer uit eten, maar dan moeten we wel goed de handjes doen, hè? Ja, je hart al, hè? Met regeltjes, ja. Kom jongens, gaan we mee. Gaan we naar het tafeltje. Nou, hier is genoeg ruimte omheen, de anderhalve meter. Oh ja, ik zie hem. Ja, ja, ik zie hem. De meisjes zijn al eventjes de menukaart aan het verkennen. En een visstikje of een frikandel. Staat er wat lekkers op, Lucilla? Met frietjes en appelmoes, mayonaise. Zeg, proost, hè? Op ons eerste weekendje weg. Ja, wat een lange tijd. Proost. Oh, mijn liefste, ik zeg bon appetit, hè? Kan je iets maken? Mooie kleuren binnen de lijntjes, ik zie. Heel knap. Heel knap, Lux. Kan dan heel goed binnen de lijntjes. Kijk, dat heeft ze geleerd van haar grote broer Luan. En haar grote zus Lucilla. Jullie kleuren het tegelijkertijd in, hè? Ja. Ik wou net zeggen, ik zie dubbel, ik zie spiegelbeeld, maar... Ze zeggen dus, nu gaan we dit kleuren, nu dat. Mooi, jongens. Oké, okay, Lucille. Nou, leuk zo, hè? We hebben een weekendje weg. Voor jullie weer een leuke vlog, even. Morgen gaan we de zee op kijken. Voeg je hart, boem, boem, mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem, boem, mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak. Gaan. Doe je mee, boom, 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 mee, dans mee en blijf in staan.